Het motto van dit kanaal is altijd blijven fietsen. Maar wat nu als je geen fiets tot je beschikking hebt? Bijvoorbeeld wanneer je fiets naar de fietsenmaker is ter reparatie. Of wanneer je op reis bent gegaan en je fiets kan gewoon eventjes niet mee. Of er is een wereldwijde pandemie, het land wordt getroffen en je moet in quarantaine. Ja, die is wel heel erg ver gezocht. Maar toch, wat voor training kun je dan het beste doen? Nou, om die vraag te beantwoorden ben ik hier... bij Reflection in Barneveld. En Niels, dankjewel dat je me hier wilde ontvangen. Ik zie allemaal wat toestellen, ik zie gewichten. Wat gaan we vandaag doen? We gaan de toestellen en de gewichten niet gebruiken, maar we gaan wel lekker op de grond liggen, een beetje zweten. Ik een core workout, dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat bij jou. En hoe ziet zo'n core workout precies uit? We hebben voor nu 10 oefeningen. Die ga je elke keer 45 seconden uitvoeren met 5 seconden rust. Oké, dat klinkt niet als heel veel, dat is 10 minuten. Dus dat moet wel lukken, denk ik. Ik vraag het na die 10 minuten nog een keertje aan je. Laten we maar gelijk beginnen. Yes, ben je klaar voor? Ik hoop het. Mooi. Kijk hoe goed het kan. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen met de walkout. Mag je in een push-positie komen staan? Dan ga je zo meteen kleine stappen naar voren zetten. Over 3 seconden gaan we beginnen. En starten maar. Kleine stappen naar voren, zover als het lukt. En dan weer langzaam teruglopen. Heel goed, heel goed. Dus je wil voorkomen dat je gaat hangen in die rug. Dus geen holle rug. Hou die spanning vast. Vergeet ook niet door te ademen. Ook belangrijk. En stop maar. 5 seconden rust. We gaan door naar de bird dog. Op handen en knieën. Mag je zometeen kruislinks uit gaan strekken. Knie iets dichterbij, iets naar voren nog. Ja. En starten maar. Even vasthouden. En dan rustig terug. En dan de andere kant. Ook bij deze weer. Probeer te focussen. Wat er bij de rug gebeurt. Om voorkomen dat hij heel erg hol trekt. Ja, prima. Netjes. Even kort vasthouden. En dan rustig terug. Nog 15 seconden. Zijn er bijna. En stop maar. Nou, gaan we naar de side plank. Kom eerst op links. Ja. Rechter voet voor. En we mogen beginnen. Heupen van de grond. Andere arm recht omhoog. En als het lukt, mag je hem nog onder je door. Rijken. En weer terug. Ja, prima. En als het niet lukt? Als het niet lukt, dan kan je gewoon de side plank vasthouden. Maar gaat nog prima. Dus gaan we lekker door. Vooruit dan maar. Ja, netjes. Dus blijf continu je heupen van de grond vandaan duwen. Hou ze hoog. Maar ga prima. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1. En stop maar. 5 seconden rust. Ga gelijk door. 21 crunch. Mag op je rug gaan liggen. Benen gestrekt, armen gestrekt achter je. Ga ze op een omhoog komen. Benen en armen tegelijk. Eerst één been met je armen, dan je andere been met je armen dan tegelijkertijd. En je mag weer beginnen. Yes. Dat is hem. Allebei tegelijk. Ja, ook wel nadenken, hé, bij. Prima. En allebei tegelijk. Als het lukt, wil je ook die bovenliggen nog iets meer van de grond op te tillen. Juist. Ja, ja, dat is hem. Ja, hoe het is waar ervan, hè? Maar nog 15 seconden. Brandt het al een beetje? Een beetje. Een beetje. En stop maar weer. 5 seconden rust. We gaan door naar de side plank. Nu op de andere kant. Net hem op links gedaan, nu hem op rechts.
Ja, dus rechter, of in dit geval je linkervoet voor je rechtervoet. En start hem maar, heupen van de grond. Als het goed gaat, kan je hem uitstrekken. Kan je hem onder je door, weer naar achter reiken. Yes, dat is hem. En hou die heupen weer lekker van de grond vandaan, of duw ze omhoog. Ja, ja. 15 seconden nog. Netjes. Hou die heupen van de grond vandaan, deels omhoog. En stop maar weer. Handen achter je. Reverse plank hip lift. Benen gestrekt. Ja. Schouders duwen naar achteren en dan til je heup omhoog, ga je even kort vast en naar beneden. We mogen beginnen. Yes, 3 seconden vasthouden en met rust naar beneden. Nu ook echt focus dat je achter het allemaal samen brengt. Schouders naar achteren. Juist. Helemaal omhoog. Yes. Kijk, ik ben aan het trillen. Heel goed teken. Dat is een uitdaging voor je dus. Zou ik het zo zeggen, ja? Nee, gaat prima. En omhoog, zo hoog mogelijk. Kort vasthouden en rust naar beneden. Nice, kom aan met 10 seconden. En 3, 2, 1 en rust. Maar lekker op je rug gaan liggen. Niet om uit te rusten, maar voor de volgende oefening. We gaan die reverse sit-up doen. Dus benen komen omhoog, zo recht mogelijk omhoog en dan weer terug. We gaan over 2, 1 en start hem maar. Uitstrekken, rustig terug. Yes. Weer omhoog. Juist, heel goed. Je laat je heupen helemaal van de grond loskrijgen. Ja, ja, dat is hem. Netjes. En zeker bij het uitstrekken wil je ervoor zorgen dat die onderrug in contact wordt met de grond. Lukt dat niet, kan je ook je voeten iets dichterbij houden. Naartoe, helemaal uitstrekken omhoog. Ja, hij zit niet veel meer in onderhand, hè? 45 seconden, dit is het zwaar, lijkt het wel. Nog 5 seconden. En stop maar. Gaan we door? Ja. Naar de plank. Plank, knie, crossover. In je push-up positie. Ja. Mag je zometeen kruis links, rechte knie naar je linker elleboog brengen. En dan gaan we weer. Ja, dat is hem, netjes. Ziet er goed uit. Ook bij deze weer focus op, hè. Lekker uit. Blijven duwen. Voel mijn vinger hier. Duw eens weg, duw eens weg. Juist. Netjes. Oh, dit gaat je goed af, hoor. Kom maar, nog 15 seconden. Het mooiste geval zou zijn als je met je knieën elleboog aan kan raken. Dat is voor een ander keertje, denk ik. En stop maar. Nog 2. Nog 2. Nog 2. Ga lekker op je buik liggen. Yes. Dat is je rug, je buik. Ik snap het, het is zwaar dan moeilijk allemaal op een gegeven moment. Je been laat je lekker liggen, armen langs je hoofd. Je been laat je liggen en je bovenliggen komt omhoog. En omhoog, ja. Even kort vasthouden en weer naar beneden. En omhoog, kort vasthouden en weer naar beneden. Dat is hem, netjes. Heel goed, heel goed. Zo ook bij deze probeer je schouders naar elkaar toe te trekken. Ellebogen ook zo ver mogelijk van de grond. Zie ik nou zweetdruppels? Ja, heel goed, heel goed. Lekker bezig. Nog 15 seconden. Yes, moet je die benen helemaal ontspannen laten liggen, alleen je bovenlichaam omhoog. En stop maar. De laatste. Daar is hij dan, de plank. Ja, ja, ook die zit erin. Op je onderarmen. Op je onderarmen helemaal gestrekt.
45 seconden, dat is hem. Zeker met deze ook weer. Hier uitduwen. Juist. Zorg dat je het niet gaat hangen in je rug. Dan wil je benen aanspannen, billen aanspannen, buik aanspannen. En je zal ook wegduwen van de grond. Merk dat je een beetje weer inzakt, reageer gelijk door jezelf weg te duwen. Het is de laatste, het is de laatste. Je bent er bijna. Yes, kan halen, nog 15 seconden. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Kom aan. Hou vol. Nog 5 seconden. En stop maar. Je bent klaar. Netjes. Lekker gewerkt. Dankjewel. Kom, we gaan dweilen hier zo. Ik moet zeggen, het ziet er makkelijker uit dan dat het is. Dit is best pittig, maar het ging best goed hoor. Dankjewel. Bedankt jij en Reflection dat jullie dit wilden doen. Hoe vaak moet je deze oefening nou in de week doen? Ja, ik zeg, het begint met 2 keer in de week. Je hebt niet heel lang nodig om van zo'n workout te herstellen. Gaat het goed, kan je zeker naar 5 keer in de week gaan als je wil. Je kan hem echt overal doen. Overal? Zeker. Misschien deed je deze oefening met mij mee. Als je dan nog genoeg kracht over hebt, vergeet dan zeker niet om te abonneren. En als je dan toch nog aan het uithijgen bent, kijk dan eventjes naar deze video's die hier voor jullie rechts in beeld staan en nu over Niels heen staan. Ga ik even uitrusten. Niet vergeten, altijd blijven drinken.